Kun je niet kijken, is het zo dat je namelijk de opname in de mailbox weer krijgt. Hey, Björn is ook aanwezig, mooi. Ik zie Hans natuurlijk, Albert, Alfons, leuk, Annette, Bas, Emmy, leuk dat je aanwezig bent, Erik, Hans natuurlijk, Henk, Ivor en een aantal grote andere namen. Ik kan allemaal niet, bij langs, anders ben ik nog een uur bezig, maar... Welkom iedereen bij dit webinar speciaal. Het gaat over crypto trading op basis van de Trading Navigator. En degene die de Trading Navigator heeft, kan hij even een ja of ja, een handje luchten, kan niet, maar wel even een ja intypen. Want voor degene die de Trading Navigator heeft, en zal ik straks laten zien, dat je dus een koop- en verkoopsignaal ook op dagbasis kunt doen. Is dat, dat je namelijk ook een watchlist kunt aanmaken en dat je dat makkelijk kunt doen. Ik heb ook een aantal trades gedaan. Ik zie heel veel jaartjes, daar ben ik wel blij om op zich. En degene die ook de Trading Navigator heeft, heeft iemand van jullie ook een proefabonnement van 4 weken gehad, dan wel een betaald abonnement via de crypto's. Want dat is wel een belangrijk dingetje natuurlijk, dat je ook gewoon daadwerkelijk mee aan de slag gaat. En naar degene die dan nee zegt, bij deze even nog de link. Als je wilt, feel free om in ieder geval aan te melden. Dat kost niks, 4 weken. En na 4 weken gaan we in conclaaf overleggen wat je graag zou willen doen. Maar goed, zijn er ook beginners, ambitieuze beginners in de zaal met crypto's? Dan ga ik het verhaal ook een beetje afstemmen natuurlijk. Ja, de meeste wel. Mooi. Ik heb ook als het goed is op de website een document gemaakt. Dat is van start tot finish. Heeft trouwens ook... had hij een groot deel van gemaakt. Een paar jaar geleden heb ik het geactualiseerd. Je kunt hem gratis downloaden. Dus mijn advies is, doe dat gerust. En als je ook lid wilt worden, zeg maar, toegang wilt krijgen tot het gratis premium gedeelte of de membersite van CryptoAcademy, stuur dan even een e-mail naar info@cryptoacademy.nl. En dan krijg je daar in ieder geval ook toegang tot voor membership. Nou, allereerst, je ziet een heel mooie brug. Dat is voor mij een brug van SF, San Francisco, denk ik. En wij proberen ook een brug te slaan tussen de gewone wereld, maar ook met aandelen en opties, naar de crypto-wereld. Dat was ook ons insteek. We zijn in 2017 begonnen met een soort hard fork gebaseerd op Option Academy. Daar ben ik ook co-founder van. En op een gegeven moment hebben Harry en ik en nog een derde persoon hebben nog een de handen bijeengeslagen en zeiden... We zagen gewoon heel veel toekomst in de crypto's. 2017 zeiden we gaan ook crypto's doen. Of daarnaast dan met Crypto Academy. Nou, wie vindt crypto's moeilijk om te handelen? En zou iemand willen weten hoe je dan ook daarmee kan beginnen? Ja, iedereen natuurlijk, anders zou je dit niet doen. Maar dit is Harold, dat is een goede vriend van mij. En hij zegt ook, hoe zet crypto was successful, stressful trading? Hij zegt, I'm 25 and feeling great. Nou, dat is ook mijn insteek met onze portefeuille, met onze services. Dat je ook op een gezonde manier, zonder al te veel stress, mee kan doen met het spel. En nog even een hele korte introductie van mezelf. Ik ben, hier staat CEO en co-founder van Crypto Academy. Het lijkt heel wat natuurlijk, maar ik ben momenteel ook aan het roer, zeg maar, al sinds jaar en dag. En ik heb mijn sporen verdiend als crypto trader en een keynote speaker. En we hebben ook blockchain projects bijgestaan. En ook als adviseur op trading en communicatieadvies. En natuurlijk ben ook een soort traveling circus. Ja, vanwege de corona-perikelen kunnen we natuurlijk niet buiten de landsgrenzen heen. Maar we zijn ook voorheen in Londen geweest, Berlijn, ook in Georgië gesproken, ook in Moldavië. Voor een groep ondernemers, dat was een super lachen trouwens, kom je plekken die je eigenlijk niet kent. En het belangrijkste is dat we ook op heel veel events onze spoor hebben verdiend. En we hebben ook met de Technical University of Vilnius hebben nog een presentatie gehouden online via Zoom. Dat was voor een groep van 100 studenten en studentes. En dat was super leuk om te doen, dat was in december. Dus we blijven wel bezig. Even een disclaimer, alles wat ik zeg... is voor eigen rekening risico. Het is een meer ter educatie. Overigens, full disclosure, de coins die ik ook aanreik en ook aan heb gedragen, ik handel ze zelf ook. Dus wij hanteren ook een motto, put the money where your mouth is. We zeggen niet van,
Bijvoorbeeld Uniswap kan naar de 400 of Bitcoin Cash kan naar de 1000. En de meesten roepen maar wat, maar laten nooit wat zien. Wij doen het andersom. Wij laten het gewoon zien. En als het goed is, heb je ook een aantal van jullie nog de DeFi-rapport gezien, ook in december al. Nou, en als je dat had gedaan, heb je echt giga rendement al gehad. En ook voor onze premium members, die krijgen natuurlijk ook op first-hand gelijk de trades. En mag ik een aantal van jullie die ook al dan niet via mijn crypto service of dat DeFi-rapport ook mooie rendement heeft gehaald? Je mag ook een percentage bijnoemen als je wilt. En het kan ook zijn dat het percentage te groot wordt, dat het niet in het scherm past. Maar er heeft ook iemand echt geld mee verdiend. Dat is natuurlijk het belangrijkste. En ik probeer vandaag een aanzet te maken op het gebied van trading. Hoe doe je dat in principe? Dus Chainlink, 200% John. Nou, fantastisch. De mooiste stond ook in mijn DeFi rapport inderdaad. En er was één, Uniswap was meer dan 400. Hans en Bruin, we zijn wel bezig met een aantal dingen. Dus, maar als je dus 4 weken die proef hebt gehad, dan krijg je elke dag zo wat recommendations. Ik zal geen tips geven, want tips are for waiters natuurlijk. En wij doen natuurlijk ook een recommendations. En Björn zegt, ja, met één trade vandaag 15%. Nou kijk, dat is hartstikke mooi natuurlijk. En ik wil vandaag ook een tipje van de sluier oplichten. Dat ik dat enerzijds met de strategie doe voor lange termijn, maar ook met de Trading Navigator. Nou, je hoeft eigenlijk geen 84 schermen te hebben zoals je hier ziet. Hou het gewoon simpel en hou bij een gewoon goede strategie. Maar waar het wel mee begint, is met de eerste stap. The destination to the big bucks. En wordt ook gezegd door die man met die stropdas, our educational journey begins with one step. Nou, dat is ook met jullie natuurlijk voor de beginners. Begin met de stap om bijvoorbeeld het startersboek, e-book, gewoon gratis te downloaden via de website. En ga je gewoon inlezen en ga op die voet verder. Dus met een accountje openen met Coinmerse bijvoorbeeld, dat je daarmee aan de start gaat. En iedereen kan heel eenvoudig een Coinmerse account aanmaken. Daar kun je heel makkelijk in handelen, zelfs via een app. En het enige wat je moet doen, even een verificatie doen via de website van hun. Maar binnen een paar minuten, 5 minuten, kun je al van start. Ik zal straks ook laten zien welke trades ik vandaag heb gedaan. Dan kun je daar ook een inzicht in krijgen natuurlijk. En dus bij deze heb ik Coinmerse erbij gezet voor jullie in de link. Dus mocht je een hele eenvoudige exchange willen hebben, dan is Coinmerse een hele goede exchange in de Nederlandse bankregister voor crypto's ingeschreven. En ja, maar het punt is natuurlijk, ja, waar moet je beginnen? Ik zal in ieder geval laten zien waar je niet mee moet beginnen. En dat is namelijk, misschien herken je jezelf nog wel, nieuwe traders. Je gaat van de glijbaan af en het is een soort rasp, zeg maar, dat je met leverage full throttle gaat handelen. Dat zou ik dus niet aanraden. Dus begin gewoon met cash. Dus als je 100 euro investeert, dat je niet meer dan 100 kan verliezen. Niet met een leverage van 5, dat je 500 kan verliezen. Dat moet je niet willen natuurlijk. En dat is ook mooi met Coinmerse. Alles wat je daarin zet, is je maximaal verlies ook. En wie herkent het wel, die van de glijbaan afglijdt, zeg maar, en toch een beetje een schaafwond krijgt? Ik denk de meesten wel, ik zelf ook wel eens soms, maar daar leer je natuurlijk weer van. En hier nogmaals de handleiding in 7 etappes van start tot finish staat op de website namelijk. En bij de gratis e-books, dus download het gerust. En John die zegt, ja, dat herken ik wel. Nou, er zijn heel veel crypto's te vinden natuurlijk. Hè. Er zijn inmiddels meer dan 8000, meen ik. En hier is een overview. Er was een screenshot van maandag trouwens. En nummer 1 is Bitcoin natuurlijk nog steeds. Heeft een market cap van, om en erbij, 600 of 840, ik weet niet wat er precies staat. Maar bijna 700 miljard, dat is best wel veel. En die maakt ongeveer 60% uit van de totale markt. Dus om aan te geven dat Bitcoin is nog steeds een hele dominante coin. En als je daar ook in gaat beleggen, dat zou het ook gewoon mijn basis zijn om daar iets mee te doen. Als hoeksteen, zeg maar, een klein deel. En het is een mooi, je hoeft geen $34.000, of nu inmiddels $37.000 op tafel te leggen. Je kunt een tiende doen, of een honderdste. En het is ook niet aan beperkingen gewonnen. En het enige, als je dus handelt met Coinmerse, ben je 30 cent kwijt. Dus dat zijn ook de kosten niet. Jacob zegt, kan ik ook de webinar terugzien? Ja, Jan, je staat ingeschreven.
Het wordt opgenomen en nadat het opgenomen is, dan ga ik het renderen, op YouTube zetten en dan zet ik ook in mijn algemene ledengedeelte voor de membership site voor jullie. Maar mijn strategie is eigenlijk, als jij dus, als je dat dus bekijkt, de CoinMarketCap die heeft een hele mooie lijst van 8000 coins, als niet meer. Maar ik moet wel zeggen dat top 500, dat zijn wel de serieuze coins. Buiten de top 500 zijn meestal van die rommelcoins, shitcoins, wat ook wel genoemd. Pas er gewoon mee op. En ik heb een hodlstrategie, zeker in de top 50. En de DCA-strategie, dat wil ik wel iets breder trekken. En de swing trading portfolio heb ik ook natuurlijk. En dat is met iets meer gokcoins. Hans zegt, wordt ranking bepaald door market cap? Want XRP staat relatief hoog en de koers laag. Inderdaad, Hans, dit wordt bepaald op basis van market cap. Maar bij CoinMarketCap kun je ook namelijk op dat price klikken. Of in ieder geval op de 24-hour of 7 dagen op die regel. Daarboven. En dan kun je ook ranken op verlies en winst. Kevin vraagt, kun je het ook gebruiken vanuit België? Ja, je kunt Coinbase ook gebruiken in België inderdaad. Jeetje, Björn zegt, ik ben door jullie tips vandaag alweer $288 rijker geworden. Kijk, ik zal nog één tip geven, Björn. Als je winst hebt, neem wel een deel winst. Ik zou niet zeggen van neem alles winst. Want er wordt wel eens gezegd, van winst nemen is nooit iemand armer geworden. Ik zeg ook gelijk aan toe, niet rijker. Dus als je alles eruit knikkert, dan heb je geen positie meer. En daarom zou ik altijd zeggen, als je een winst hebt, ga van tevoren bepalen. Ga je voor een kwart eruit, 50% of 75%. Maar zorg dat je altijd wat achter de hand hebt, als ijzeren voorraad. Dus even kijken, ik heb een ander overzicht. Dat is namelijk Coin 360, een hele mooie overview van de markt. Nou, hier zie je dus ook een groot vlak waarbij BTC een market dominance heeft van 62%. Nou, dan zie je dus dat dit is heel visueel ingesteld. En dat betekent dus Ethereum stond dan begin deze week min 1,8%. En Bitcoin is namelijk nummer 1 nog steeds. En een goed bruggetje van Ronald Warmerdam. Hoe zijn Bitcoins ontstaan? Even een kleine anekdote. Vroeger in de puinhopen van de kredietcrisis 2008 voor mij was er een Satoshi Nakamoto. Dat is een groep of een individu, een man of vrouw, tot op heden is nog steeds onbekend. Die was klaar met het financiële systeem en zij wilde eigenlijk een soort ander betalingsmechanisme, een ander netwerk, waarbij je dus coins kunt heen en weer transfereren. Die dus zonder toezicht staat van een centrale overheid. Dus zonder een middleman. Dat het ook grenzeloos is. En dat het iedereen, die kan eraan meewerken. En zo is die Bitcoin ontstaan. En de Genesis blok werd volgens mij op 3 januari 2009 werd die gemined. Volgens mij, dat was op verjaardag van Harry notabene. En sinds die tijd is dan ook een BTC gemined. En het is ook zo dat Bitcoin heeft een maximale supply van 21 miljoen. Ik weet niet hoeveel miljoen er nu al zijn gemined, maar ik dacht 19 miljoen en een beetje. En het is ook zo dat Bitcoin, er kunnen maximaal 21 miljoen worden digitaal gedolven. En om de 10 minuten wordt er een blok gemined. En de miners, die krijgen daarvoor een block reward. Ik meen nu 6,25 Bitcoin per blok. En na 4 jaar wordt het weer gehalveerd. Dan wordt het dus 3,175 wordt het dan. Dus het wordt steeds minder. En wat ook zo is, het is een misvatting om te denken dat Bitcoin een betaalmiddel is. Naar mijn idee is het gewoon niet het geval. Er wordt wel mee gepropageerd. Want Bitcoin is heel goed en voor betalen. Nou, voor mij loop je leeg op transactiekosten. En het is ook meer een store of value. Er zijn ook heel veel grote institutionele beleggers die stappen steeds meer in. Grayscale bijvoorbeeld en MicroStrategy, die hebben heel veel geld ingepompt. En ook door steeds meer PayPal, die accepteert Bitcoin betaling, dat soort dingen. Dus dat is wel mooi. Maar het is eigenlijk zo, crypto's, dus Bitcoin is op die manier ontstaan. Ethereum, dat is een andere munt en dat is namelijk een reactie op de Bitcoin. Kijk, Bitcoin heeft een heel traag blockchain systeem. En Ethereum heeft een eigen netwerk. Een Ethereum netwerk. En het voordeel van Ethereum is dat daar ERC20 tokens op kunnen worden gelanceerd. Oftewel projecten kunnen hun coins oplisten.
En dan kunnen ze dus geld ophalen via bij investors. En het mooiste is dat de Ethereum-platform is heel snel, het blockchain-netwerk. En er zijn daar dus spin-offs van gekomen. Even kijken hoor. Je hoeft trouwens niet een BTC te hebben om andere altcoins te kopen, Josephine. Dat is heel belangrijk. Je kunt namelijk alle coins kopen via met fiat money bijvoorbeeld, hè, met euro of dollar. Benoemd ook wel funny money trouwens, maar goed. Je kunt gewoon met euro's en dollars betalen. En wat ik ook altijd doe, ik heb bijvoorbeeld op Binance een account. Dus ik heb een een Coinbase account. Als ik daar coins heb gekocht, dan stash ik die door naar Binance bijvoorbeeld. En dan ga ik daarop voortborduren. Maar je kunt gewoon makkelijk alle coins handelen die je wilt. Het belangrijkste is natuurlijk, het is net als met aandelen, de $1 million question. Welke coin of welk aandeel moet je hebben? Nou, dit geldt dus ook voor de crypto's. Het punt is dat er zijn zoveel coins. Kijk, ieder project heeft een eigen coin. Dus daarom zal ook niet alle coins er overleven. En ik kijk ook altijd heel goed naar de utility. Wat is eigenlijk het nut van zo'n coin? Nou, ik ben heel, misschien algemeen bekend, dat ik gewoon voorstand ben van een V-chain. Een V-chain zit gewoon in supply management, zit in transport. En ook van boer tot bord traject. Hè, dat je de food kunt tracken. Een V-chain wordt denk ik wel een hele belangrijke in de toekomst ook. Je hebt namelijk ook heel veel coins waar helemaal niks achter zit. Het is gewoon lucht. En er zit geen verdienmodel achter. En of je nou aandelen koopt of coins koopt, bedenk altijd waar wordt het geld mee verdiend. Dat is ook heel belangrijk. Even kijken, Deribit kun je ook handelen, maar dat is specifiek een derivaten exchange met opties en futures. En Johan Vrienden zegt, op welke exchange kan je fiat alle coins kopen? Nou, dat kan sowieso met Coinmerse en ook Binance natuurlijk. En overigens over Binance gesproken, als je iets gevorderder bent met Binance, dan kun je daar veel meer leuke dingen doen. En als je dus via mijn referral link je aanmeldt, wat het mooiste van is dat je met Binance, met die link die ik nu inslinger, dat in plaats van dat ik zelf zeg, ik krijg 20% van de revenue. Dus stel dat jij 1 euro aan transactiekosten betaalt, krijg ik bijvoorbeeld 20% is 20 cent van. Maar ik heb het bij Binance zo geregeld dat ik het een split heb gedaan. Ik krijg 10% en jij krijgt 10%. Dus van die 1 euro aan transactiekosten krijg jij weer een dubbeltje terug. En dan krijg je een dubbeltje. Dus dan allebei de partijen zijn dan tevreden. En een voordeel van Binance is ook nog dat je andere mogelijkheden hebt. Je hebt voor mij 500 of 600 coins die je kunt verhandelen. En je hebt ook mogelijkheden om die te steken, zeg maar. Als je een portfolio hebt, dan kun je coins wegzetten voor een x-percentage. Daar heb ik ook een video op de membership site. Even kijken hoor. Bij de volgende slide of sheet zie je welke nieuws ik eigenlijk pak. Ik ben geen nieuwshandelaar, zeg maar, in die zin. Ik ben geen fundamentalist. Ik kijk meer van waar speelt wat. En ik heb CryptoPanic, heb ik altijd overstaan. Want dat is een nieuwsaggregator die scrapt eigenlijk het internet af om allemaal nieuws van alle coins binnen te krijgen. Dus als ik zie dat Elon Musk bijvoorbeeld vorige vrijdag zag ik Bitcoin. Ja, hij had zijn Twitter bio veranderd in Bitcoin. Heel apart. Maar voor de rest ook niet. Toen vloog de markt natuurlijk keihard omhoog. Maar dat kun je heel mooi zien dus bij zo'n CryptoPanic. Josephine zegt, waarom zou je met BTC altcoins kopen als het ook met euro kan? Nou, ik heb nooit gezegd dat je met BTC altcoins moet kopen. Dat is niet zo. Maar het is wel zo dat je vanuit een Bitcoin, stel dat je zegt, ik wil bitcoins verzamelen, dan kun je ook vanuit de bitcoin handelen. Kijk, je moet het zo zien. Je hebt altijd een paar. Je hebt een, als je Unilever koopt, dan is een Unilever euro is dat. Want ik zit in Amerika, in Europa te handelen, in Amsterdam. Ik ruil mijn euro om in Unilever. Gaat de koers omhoog, krijg ik meer euro's terug. Met de crypto is het ook zo dat je dan in allerlei verschillende paden kunt handelen. Je kunt in de euro handelen, je USDT. Maar je kunt ook zeggen, ik heb een basispositie in Bitcoin. Als je verlies hebt in een coin, dan kun je dus winst maken met die coin in BTC. En dan heb je dus meer BTC.
Maar goed, ik zal het niet al te complex maken. Je kunt gewoon heel eenvoudig via Coinbase kopen. Nou, dit is in ieder geval een overzicht van interessante websites. Natuurlijk CryptoCanary.nl. Finvis hanteer ik ook voor aandelen. Maar heb je een heel mooi overzicht voor crypto's ook. Belangrijk is, als je de Trading Navigator hebt, dan heb je TradingView. En ik hanteer de TradingView Navigator. De Trading Navigator op basis van dag. Daar kom ik straks over te spreken. En zo vul ik mijn posities. Je hebt natuurlijk heel veel exchanges. Ik heb gezegd, Coinbase is eentje. Binance is een belangrijke, een van de belangrijkste, dat is zo'n die grootste. En de hamvraag is natuurlijk, when moon? Nou, je ziet een heel mooi plaatje. Ik hoop niet dat ik word gesuurd trouwens, maar goed, when moon? Dat is namelijk een kreet uit de crypto-wereld die zegt, wanneer gaan we naar de maan? Nou, ik dien altijd die vraag met het volgende repliek. When Moon is volgens mij een of ander kind uit Noord-Korea. En je moet niet vragen van wanneer dat iets naar de maan gaat. Je moet gewoon een goede strategie hebben. Nou, en die strategie heb ik zelf gevonden in die portfolio's die ik aanreik. En we handelen zelf die ook. En we hebben een eenvoudige hodlstrategie voor lange termijn. Kost 27 euro per maand. En daarmee hebben we nu een rendement van 28,8% dit jaar alweer. Vorig jaar 40%. En we zien nu met dollar cost averaging ook een mooi percentage, 20% hoger. Vorig jaar 31%, zonder al te veel kleerscheuren, ook niet al te veel moeite. En de swing trading portfolio, dat is waar je dus ook een proefmarkt van kunt hebben. Staan we nu op een rendement van 19,5%, 19,6%. Resultaat ruim 1500 euro, of dollar in dit geval. En de resultaat vorig jaar was iets minder. Maar desniettemin een mooie trade. Nou, we hebben het dus ook gezien. Iemand had 200% winst. En Björn had zelfs ook vandaag weer 15%. Dus daar doen we het voor. Een quizvraag. Wie kent Bob Ross? Wie kent hem nog wel? Als je naar die man keek met schilderen. Toen zei hij dat je heel makkelijk kan schilderen. Nou, ik probeer natuurlijk ook zo mee te doen met het traden. En met het beleggen. En hier schildert hij een maan met een grafiek eronder. En dat is een beetje een meme en een beetje gimmick. Maar je moet het heel eenvoudig houden. En als je dus naar de onder de chart kijkt, de charting in 2020, dat was met allemaal grafiek en met lijnen, weet ik veel wat. Je ziet de grafiek helemaal niet meer. Maar het belangrijkste is om te kijken van, hoe ga je daarmee om? En wat ik heb gedaan, ik heb bijvoorbeeld een DeFi rapport geschreven in december. Dat was namelijk Chainlink. En hier staat ook bij Chainlink. Even kijken hoor, dat was in december was dat ongeveer $12. Stond allemaal aan plein publiek voor de leden van Crypto Academy Creators. Als eerste ook op leg.com werd dat gepubliceerd. Nou, zie je dus ook dat hij van 12 naar, even kijken, naar 22 is gevlogen, 170% winst. Ander DeFi, dat was Yearn Finance, YFI. Die ging van 24.000 naar, even kijken, dat is nu 30.000, stond vandaag 32.000, ruim 25%. En de klapper van de week is eigenlijk toch wel, even kijken, Uniswap. En wie heeft Uniswap? Want dit is Uniswap, dat was in december. Josephine zegt ja, mooi. Heel mooi. En heb je die rond de $3 gekocht? Je Henk ook? Dus als het goed is, heb je daar ook een fraaie winst op. Want we staan nu 17, 18 en stonden ze vanochtend boven de 20. Ook hier geldt voor, zorg dat je als je eens een plukje hebt gekocht, dat je een deel eruit haalt. Henk zegt 170%. Hartstikke mooi. Even kijken hoor, de handleiding wat ik heb aangegeven van start tot finish, die kun je dus op de website vinden. En dan ga ik nu even kijken naar een volgende, dat is deze. Een stappenplan. Dus mijn stappenplan is eigenlijk een TradingView aanmaken. Een gratis account en liefst eigenlijk 30 dagen proef. Want dan kun je ook watchlist importeren. En Binance is mijn voorkeur vanwege het grote aanbod. Maar als je dus iets voorzichtig wilt beginnen, doe gewoon met bijvoorbeeld met Coinbase is ook een mogelijkheid. En met Trading Navigator signaal op basis van dagcharts voor early entries. Kun je dat ook gewoon doen natuurlijk. En ik zal even een link erin zetten van, even kijken hoor, van Swing Trading Portfolio, nee, die PayPro link van Trading Navigator. Dan kun je daar even naar kijken straks.
kom later ook nog wel weer te spreken. Voordat ik naar die Trade Navigator ga, wil ik jullie even meenemen naar mijn portfolio. En als het goed is, heb je ook vandaag weer een nieuwe trade gekregen van de HODL portfolio. Wie heeft die binnen zien komen? Ja, heb je ook uitgevoerd of niet? Kijk, Jan zegt ik heb 232% winst. Nou, dat doet me zeker deugd. Ik ga even naar screen sharing. Ik ga even naar de browser. En dan pak ik scherm 2. Als het goed is, zie je nou ook mijn scherm. Dat is van Coimers. En ik weet, of nee, die van de HODL portfolio. Dan zet ik hem ietsjes hoger. In 125%. Daar heb ik namelijk een HODL portfolio. In mijn leenomgeving zal ik nog een extra toevoeging aan doen. Maar wat het belangrijkste is, ik heb een explanation erbij gedaan. Ik heb het Engels gedaan, omdat ik een vrij breed publiek heb. Ook in Nederlands of in Engels. Wat we hiermee doen met HODL, heel doeltreffend. Iedere week of iedere zoveel dagen pak ik een mandje van 5 coins. En dat doe ik $50 per coin per week. Nou, we zien dus ook mooi rendement. Ik heb een blokje gemaakt met een aantal coins. En daar put ik dus uit. En als ik dus ga kijken naar de prijs, die heb ik gelinkt trouwens aan Crypto Finance. En de laatste trade die ik heb gedaan, 5-2, dat was vandaag. Litecoin heb ik gekocht. Bitcoin Cash, EOS, XTZ en XLM. Alles op $50. Kijk, Jan zegt Phantom 94%. Dat zijn ook, was het aan de hand van mijn trade nou of niet? Dit moet je zo zien. Dit zijn Excels, die kun je zelf kopiëren. Je kunt niet in mijn sheet komen, anders vernacht je dat natuurlijk. Dat is niet belangrijk om dat te doen, want ik heb er namelijk een mooie lijst gemaakt. Wat je wel kan doen, stel dat je zegt, nou, maak een kopie. Stel dat je zegt, ik wil ook een coin volgen. Nou, dan maak je gewoon een kopietje voor jezelf. En dan zeg je bijvoorbeeld, ik ga hier een fonds of een crypto ABC doen. En dan kun je dat zo aanpassen. Belangrijk is om te beseffen, in het blauw, dat zijn formules. Dat zijn verwijzingen. De current price is natuurlijk een verwijzing naar veld LTC. Het kan dus zijn, als jij dus een kopie maakt van mijn Excel sheet, kan het zijn dat jij slechte koersen krijgt, omdat die koersen uit Crypto Finance wordt gehaald. Het kan zijn dat je hier een error krijgt. En dan loopt dat ding spaak. Dan krijg je dit. Het enige wat je hoeft te doen, handmatig even de actuele koers inkloppen in dat veld. Dus, nou, wat ik ga doen, ik heb jullie een link gestuurd van Coimers. Dat zal ik even laten zien. Coimers is dan ook op de app, is gesynct met de app. Even kijken hoor. Dit is mijn portfolio. Een van mijn portfolio's heb ik hier. Dit is Coimers. Het enige wat je moet doen is je verifiëren met Coimers. Via een paspoort of wat dan ook. En het belangrijkste is om te beseffen, het is niet anoniem, hè. Want ik geef ook gewoon netjes mijn holdings aan bij de Belastingdienst. Het is niet zo dat je dat allemaal kunt verbergen. En dat is ook niet nodig. Want waarom zou je iets verbergen? Want belasting is maar iets van 1,2%. Dus daar wil ik best wel iets voor aangeven. En het punt is dat als je dus bij Coimers een accountje hebt aangemaakt, dan ga je naar Coins toe. Het enige wat je hoeft te doen, nou, ik heb bijvoorbeeld LTC heb ik gekocht. Of heb ik aangereikt in de Telegram, ook via de website. Hè, via de dingen, via de e-mail. Nou, LTC heb ik toevallig net gekocht. Litecoin zie je hier. Klik je erop en doe je een order. Nou, als die order gedaan is, dan zie je namelijk de order die ik heb gedaan. Dat is namelijk, even kijken hoor, waar ik die trade heb gedaan. Closed. LTC is volgens mij, next. Nou, in ieder geval, ik heb een trade gedaan in LTC. Dat is deze. De tweede pagina was het volgens mij. Moet ik laten zien. Kijk, Litecoin heb ik gedaan. Voor 130 heb ik €50 ingezet. Dus de volgende op mijn lijstje, daar staat Bitcoin Cash. Nou, het enige wat je hoeft te doen, BCH moet je zoeken. Bitcoin Cash. Dit is zeker een jaaropgave, Jan. Die kun je voor mij ook gewoon downloaden.
En anders moet je even via de website van Coinbase zelf bekijken. Nou, het enige wat je hoeft te doen. Bitcoin Cash. Die staat nu 363 euro. Nou, ik koop er voor 50 euro. Slinger ik een positie in. En dit zijn ook trades die je elke dag van mij krijgt natuurlijk. Of elke week. En wie van jullie heeft ook Solana gekocht? Want er was ook een van de hodelpositie. Heb ik eerder deze week of een paar weken geleden gekocht. Solana, die is ook door het dak gegaan volgens mij. En als je zo'n trade krijgt met hodl, dan middelen we natuurlijk bij. Dan ga ik nog andere doen. Dat is EOS is een mooie. Die ga ik nog bijkopen. Nou, enzovoort. Dan ga je dus op die manier het rijtje langs. Ik ga nu niet alles doen. Want dat gaat kosten voor jullie tijd. Maar even aan te geven. Dat je, we hebben namelijk in januari Solana gekocht. Op 17.1. Staat op 85% winst. Nou, dat is toch 42 euro. Dat is best wel aanzienlijk. En het mooiste is, als jij, ja, Henk zegt 92%. Dat is mooi om te zien, Henk. Kijk, het punt is dat als je een mandje krijgt van hodelpositie voor deze jaar, kun je gewoon eigenlijk blind dat gewoon inzetten. Verdelen over de blokjes van 50. Of als je zegt, nee, ik wil per 100 aan de 100 euro doen. Dat kan ook. Maar je kunt ook voor 200 doen per coin. Maar moet je zelf weten. Nou, het belangrijkste is dat je niet laat leiden van, oh, ik pak hem niet deze coin, want de koers staat te hoog of te laag. Want niks is te hoog of te laag, want je weet het niet. Ik heb ook nog 1 inch in het portfolio, 221% zie ik. Dus dat loopt allemaal door. Dus als de koers dus omhoog gaan, en met Solana heb ik nog wat bijgekocht volgens mij, dat ga ik binnenkort doen. Dus dan het enige wat ik doe, dan koop ik nu dan minder Solana voor 50 euro. En voor Swipe ook wat minder. En voor One Inch ook. En zo middel ik eigenlijk de aankoopkoers. En als de markt weer naar beneden gaat, dan koop ik dus meer coins. Dus is dit duidelijk op dit moment? Jamila, nee, deze sheets zijn niet gekoppeld aan Binance en Coinmerge. Ze zijn aan niks gekoppeld. Alleen de koersen zijn gekoppeld. Kijk, dit is gewoon een overzicht van welke coins je kunt kopen en verkopen. En deze... ik zet alleen maar bij welke exchange ik die heb gedaan. Full disclosure, ik heb meer dan 25 exchanges inmiddels. Maar ik heb voor jullie de 3-4 exchanges maximaal. Anders raak je door bomen en bossen kwijt natuurlijk. En dat is ook belangrijk omdat je wel weet waar je dat op moet of kunt handelen. En gisteren heb ik een foutje gemaakt. AmpleForce is namelijk op Qcoin volgens mij. En een van de... Oh nee, dat was met dollar cost averaging was dat. Dat was namelijk andere. Nou, de HODL en het DCA, die zijn wat defensiever. Omdat ik daarmee ga doormiddelen. Dan laat ik nog even de HODL zien. En dat is namelijk een andere strategie waarbij we dus... ja, Joost, ik koop deze op Binance. Ik heb overal... maar dit is om jullie te laten zien. Om dat via Binance te handelen. Kijk, ik heb ook een zootje coins op Binance. Daar handel ik gewoon door. Maar voor degene die nieuw is, is het handig om dat via Coinbase te doen. En zijn er grote verschillende prijzen op crypto's, verschillende exchanges? Nou ja, qua kosten misschien wel, maar de prijzen niet. Als een BTC hier 37.900 is en op Binance 37.000 rond, zeg maar. Of 37.500. Nou, dan zou je dus op Binance op 37.500 kopen en hier gaan verkopen. Nee, die prijsverschillen zijn allemaal weg. Maar het is misschien wel dat je veel meer mogelijkheden hebt met Binance qua mogelijkheden, dat wel. Dus als ik nu naar de swing trading ga, dat is dat deze portefeuille. Dat zijn posities die ik dus op basis van de trading navigator deels doe. Ik loop ook wel op de grafieken vooruit, dat ik op 240 minuten ga kijken. En hier heb ik namelijk een lijstje, ook weer hetzelfde. Dat ik de namen heb gekoppeld aan koersen. En dat is namelijk een hele lijst. Maar je ziet ook een eclatant resultaat van 18% van dit jaar. Nou, dat zie je dus ook hieraan voorbij komen. Mijn portfolio, dit is een van deze. Dan komt dus ook op hetzelfde rendement neer. Dus dat klopt ook wel. Alleen heb ik sommige nog bij Binance staan en andere niet. Nou, 30% inmiddels weer rendement. Dus gaat de goede kant op. En ik heb, ja, Dogecoin, die gaat iets minder. Heb ik vol, zit ik er vol in. 15% lager. Ontology doet iets minder, maar ik heb Walton Chain bijvoorbeeld 30% winst.
0x, wie heeft 0x in portfolio? 0x, dat is 200% winst. Uniswap heb ik 580% winst. Dus zo komen wij de winter wel door. Ik doe aan daytraden met crypto's, maar dat is een ander. Heb je misschien wel gezien. Afgelopen dinsdag heb ik over met Money to Work Trading System gedaan. Via Deribit. En, maar dat is ook te vinden op mijn de membership site. Dus dat is, even kijken hoor. Bij de membership site van Crypto Academy. Even kijken of ik hem tevoorschijn kan toveren. En daar kun je ook online. Wat is REN? REN? REN ken ik volgens mij niet. Ik weet niet of dat. Ja, maakt daar niet uit. Maakt het uit waar je verkoopt. Als je deeltje uithaalt. Ja, precies. Je moet gewoon zorgen dat je je stack een beetje afroomt, inderdaad. En even kijken hoor. Maar ik heb ook nog iets in mijn broek zitten. Dat is hier naam Ledger X. Dat is deze. Dat is mijn stick. Dat is een belangrijke stick. En dat is ook zeker aan te raden. Nano Ledger X. Ik weet niet of Ruud te schuren aanwezig is. Meestal is hij wel van de partij. Maar die heeft voor mij ook die Nano Ledger X erbij. Ja, Ruud is ook bij. En Ruud, ben jij tevreden met de Nano Ledger X ook of niet? Want dan kun je meer dan 1000 coins opzetten. Even kijken hoor. REN. Nano Ledger X, dat is als je een groot portfolio hebt en je hebt te veel coins op een exchange, dan kun je een deeltje naartoe stashen, want dat is een cold storage is dat. Dan haal je het van het internet af, zeg maar. Dan kun je het is een soort kluis. Moet je met je leven waken namelijk. Kijk, dit is mijn membership site voor crypto's. Ik heb tutorials. Ik heb ook een dingetje met comments kun je aangeven wat je dan graag zou willen zien. Ik heb een aantal video's opgezet. Waaronder ook afgelopen woensdag. Ja, afgelopen woensdag. Dus alleen voor de premium members. Die dus die 97 euro per maand betalen. En die kunnen ook exclusief toegang krijgen tot die Crypto Wednesdays. Dat zijn webinars waarbij we elkaars ervaringen delen. Ik heb ook het webinar van afgelopen dinsdag heb ik gedaan. Crypto Trading with Money to Work Trading System heb ik opgezet. Dat is in module 4 zie je dat. Nou klik je erop en dan kun je dat in ieder geval ook bekijken. En dat is een soort online learning environment is dat. Kijk, Theo zegt, kun je hem ook meteen IM? Ik weet niet wat IM is. Theo, oh ja, nee, dat klopt. Kijk, in principe kun je. Je hebt de Ledger Live en dat voert misschien iets te ver, maar Ledger Live kun je dan koppelen. Dat is een exchange volgens mij, daar kun je ook gewoon mee handelen. Maar je hebt namelijk sommige DEX's, dus Decentralized Exchanges, die kun je eventueel koppelen aan een Decentralized Exchange, die hardware wallets. Dat kan, maar ik ben een beetje lui wat dat betreft, ik doe dat niet. Ja, Jan zegt, ik las in dat je een Trezor wallet kan gebruiken. Dat kan ook, dus cold storage. Ik heb er geen ervaring mee. Ik vind, Ledger X mijn persoonlijke voorkeur trouwens. Nu gaan we even naar het leuke. Ik heb namelijk iets moois. En ik heb een voor jullie, voor de crypto leden, zeg maar, een Binance lijst aangemaakt. Nou, Ruud heeft ook meegeholpen. Die heeft een Bitfavo lijst aangemaakt. Ik heb ook een Coinmerse lijst aangemaakt. Dus wat ik nou ga doen. Ik heb bijvoorbeeld Coinmerse. Ga ik naar mijn Coinmerse lijstje. Coinmerse januari 2021. En als ik hier een backup van maak. Export list. Dan krijg ik hem namelijk in mijn downloads. Die staat hier bij Coinmerse januari 2021. Het mooiste is. Ik plaats deze dan bijvoorbeeld op de website. Bij de membership site. Dan kunnen jullie daarop klikken. En dan kun je daar naartoe gaan. Kun je hem ook dat bestandje downloaden. Het enige wat je hoeft te doen. Mits je een 30 dagen proef op TradingView hebt of de Trade Navigator, of de betaalde versie. Het enige wat je hoeft te doen, import list, haal je dan ook via downloads dat bestandje op. Nou, dan heb je dus januari 2021, Bitfavo, Binance. En geloof me, ik ben er een drie kwartier mee bezig geweest volgens mij. Voor mij, Ruud heeft ook zijn noeste arbeid verricht. En dus
op deze manier kun je heel mooi dit doen. Coimers heb ik hier. Een mooi lijstje van gemaakt. Ondertussen zie ik nog vragen over een Exodus. Is dat een goede wallet? Volgens mij is een Exodus een online wallet. En alles wat online is, is hackable. Dus pas daar gewoon mee op. Het is wel mogelijk om dat te doen. Ik heb mezelf ook nog volgens mij. Maar zorg in ieder geval voor, als je op internet bent, zorg dat je in een VPN-omgeving zit. En ik zit bijvoorbeeld in NordVPN. En dan kun je namelijk een soort tunnel maken, waarbij je dus alleen in je eigen tunnel zit. Dan heb je een soort tunnelvisie, zeg maar. Maar goed, het gaat erom dat degene die... Wie heeft nog geen Trading Navigator trouwens? Nano Ledger X gebruik ik. Dus wie heeft nog niet de Trading Navigator? Nog niet. Kijk, normaal gesproken heb je een grafiek. En die is op zich kaal op. Zo. Het punt is, dat dan moet je dus een beslissing nemen van ja, wanneer moet ik iets kopen, verkopen? Nou, als ik hier dus sushi kijk, dan denk je nou, weet je wat, het staat 7, het staat heel hoog. Dus ik koop me niet, want het komt van de 3,5 af, dus, of lager zelfs, dus verdubbeld, ik koop me niet. Nou, dan moet je altijd subjectieve meningen vormen. En met de Trading Navigator, wat ik heb gedaan, voor aandelen kun je die toepassen op weekbasis bijvoorbeeld. Je kan op alle markten dat toepassen. Op de crypto doe ik dat op dagbasis. En dan heb ik dus de Trading Navigator, die slinger ik erin. En het mooiste is namelijk, dan krijg je duidelijke koop-verkoopsignalen. En ik zal laten zien hoe dat werkt. Op het moment dat je dus een koopsignaal krijgt, dat is hier bij 1,30. En op een gegeven moment ga je het weer uit naar 2,20. Op het moment dat je een koopsignaal krijgt, dan kun je dus via Coinmerse of Binance handelen. En het mooiste is dat je namelijk op dit niveau dan koopt. Gelijk een stoploss wordt dan ook bepaald. Moet je zelf natuurlijk wel nog inleggen. Maar dan staat dus 1,16 is dan stoploss. Iedere high die dan wordt neergezet, trekt die stoploss mee omhoog. Nou, op een gegeven moment ga je eruit. Nou, dan heb je dus een behoorlijke dip gehad. Maar goed, dan ga je dus buy exit, ga je eruit. En op een gegeven moment heb je weer een nieuw moment. Dan weer op 2,75 heb je een koopsignaal. Stel dat je die pas op 8 januari hebt gezien, op 4,5. Dan krijg je een re-entry mogelijkheid, een RE. Dat betekent nog een keer kopen. Nou, voor degene die ook meedoet met die lunchwebinars van ons. Ik heb misschien ook toen meegemaakt dat ik sushi heb gekocht. Ja, niet wat Harry altijd doet via een takeaway. Maar ik heb gewoon sushi gekocht. En ooit van 4,5 voor mij via Binance. En ik wilde dat gewoon wegzetten. En toen heb ik ook naar de Trading Navigator gekeken. En het stond nog op groen. Ik dacht, nou dat ga ik doen. En het leuke is dat je dus ziet dat die koersen echt omhoog zijn gegaan. Maar op een gegeven moment dan neem je dus winst. Dan ga je weer opnieuw instappen. Ik zit er tot dusver nog steeds in, op 15. Dus hartstikke mooi. Henk zegt, kun je Max handelen bij Maxim? Nee, want Maxim is een reguliere exchange. En wat wij doen is crypto's. Crypto exchange. En het mooiste is... dat deze service, die trading service, zeg maar, als je de Trading Navigator hebt, als je er ook nog koppelt aan 3 komma's, dan kun je namelijk aan de hand van een alert, ik zal het even laten zien, via het wekkertje, via het wekkertje erboven, alert, dan wil ik zeggen, als die Trading Navigator een koop geeft, of stop loss short doet, dan wil ik dat die gekocht wordt via Binance, via een koppeling. Dan kan ik die dus via een soort 3 komma's webhook kan ik die doen. Dan moet ik natuurlijk wel, dat laat ik nu niet zien, maar dan kun je dus een message geven dat je moet kopen. En ook een andere alert, dat je zegt, ik ga eruit als de Trade Navigator zegt, there's a sell or stop loss long. Nou, en dat is in ieder geval heel mooi, want dan kun je dat ook op dagbasis doen. Ik zie ook een hele mooie vraag van iemand die zegt, Joostien zegt, welk moment is er alleen, als je alleen hodlen swing portfolio wilt en niet daytraden? Even kijken hoor. Er zijn 2, 3 smaken. Of je hebt de hodl portfolio.
Of je hebt de DCA, dan heb je de twee portefeuilles, HODL en DCA. Of je hebt de swing trading, dan heb je swing trading, DCA en HODL. En één ding, ik ben niet aan het daytraden met die altcoins. Ik ga niet hele dag heen en weer tikken. Doe ik alleen maar futures en opties op Bitcoin. Maar de eerste 4 weken kun je gewoon van de 3 service gelijk gebruik maken. Ga je gewoon 4 weken kijken. En er zit ook nog een stukje online coaching bij. 15 minuten per week. Krijg je ook nog een backup. En ik kan altijd nog zeggen, als ik 1 of 2 portefeuilles wil doen, kan altijd nog downgraden na 4 weken. Dus dat is mooi. Heb je resultaten overzicht van de trading navigator methode? Bas, goede vraag. Ik doe het deels omdat ik hiermee wil laten zien dat ik al deze resultaten die je ziet, die zijn deels gebaseerd op de trading navigator methode. En waarom? Omdat de trading navigator methode staat ook bij dat je kunt kopen verkopen, maar ik handel ook nog die posities voor de helft van de portefeuille, ga ik dan winst nemen, dus niet alles. Dus eigenlijk zijn die resultaten beter, maar dan wel op basis van de trading navigator. Nou, wat je kan doen dus, ik heb dus een lijstje gemaakt met Coimers. Nou, Aave heb ik. Heb ik ook nog steeds een HODL portfolio, als het goed is. Nou, gaan we hier naar kijken. Aave, klopt dat? Ja, voor mij stond het nog erin. Aave, die heb ik ergens staan. Die staan niet in. Of die heb ik dus in december verkocht. Nee, ik heb net winst genomen erop. Maar het komt er eigenlijk om neer. Je hebt heel veel van die goeroes. Die zeggen zo, nou, je moet dit coin kopen, ga daar naartoe. Kijk, als je nu naar Aave gaat, die heb ik al ook voor onze leden. Die heb ik al in een vroegtijdig stadium 67 gelift. Moet ik kijken waar de Aave nu staat. 67. Dat was ongeveer in deze periode was dat. Dus zo lang ben ik blijven zitten. In december ben ik eruit, of januari, februari ben ik uitgegaan. Maar het mooiste is inderdaad, je hoeft alleen maar de lijst te scrollen. Cardano hebben we in portefeuille. Het enige wat je hoeft te doen is, staat er een groene achtergrond? Dat betekent, ben je nog steeds koopwaardig, ja of nee? Heb je je portefeuille, hou je hem vast? Ga je hem kijken, ja, wil je hem alsnog kopen? Kun je alsnog kopen natuurlijk. Kun je ook traden met lage bedragen? Of betaal je te veel transactiekosten? Nee, Kevin, je kunt heel makkelijk traden. Ik heb ook vol 500 euro wat ik inzet. En de transactiekosten zijn maar 30 cent of zo. En bij Binance zijn nog veel lager volgens mij. ADX heb ik nog steeds in portefeuille. Ergo, AION, Algo ook long. Kijk, de enige staat, Algo staat hier nog steeds in de plus. Ja, staan nog steeds in de plus. Waarom ga je bij Aave uit terwijl dat ding op een Irianti staat? Nou, kijk, het punt is, Josephine, ik moet op een gegeven moment ook ruiten scheppen creëren in mijn portfolio. En mijn strategie is dus, ik heb een mandje van een aantal coins. Nou, die heb ik vanaf maart, februari voorjaar opgenomen. Na 2-3 maanden, dan ga ik roleren. En het kan ook zijn dat ik gewoon een deel nog aanhoud natuurlijk. Maar dan kun je gewoon zeggen volgens de flow-methode. First in, first out. First in, first out principe. Dus de oude posities, die knal ik eruit. En de nieuwe, die hou ik gewoon vast. Ja, Kevin, Cardano, is er nog koopwaardig, is er slim om te kopen? Ja, ik zou niet weten waarom niet. Kijk, het punt is, als je gewoon heel erg... je kunt op 2 manieren hierop inspelen. Of je zegt, ik heb een koopsignaal, Rient, ik ga gewoon kopen en ik ga eruit als er verkoop is. Of je zegt, ik wil bijvoorbeeld 500 euro inknallen voor per coin. Dat je iedere week bijvoorbeeld 125 euro aan ADA's koopt. Of eens in de zoveel tijd. Maar dat is een persoonlijke kwestie namelijk. Hoe je dat zelf gaat uitvoeren natuurlijk. BNB coin. Nou, zelden na ik een pak. Ga je dus kijken op de trade navigator. We staan nog steeds in de plus natuurlijk. 50 zelfs. En een voordeel is als je BNB koopt op Binance. Dan krijg je deze coin ook nog. Krijg je 10% korting op de transactiekosten, meen ik. Ja, die stijgt ook nog steeds inderdaad. En ja... Dat staat natuurlijk wel hoog, BNB. En dat is voor mij een all-time high, volgens mij. Ja, het is een all-time high, zie je dat?
Maar ik zou zeggen, als je een aantal coins in het portefeuille hebt, ga gewoon even met een meetlat van Harm van de Trade Navigator, ga dat gewoon bekijken. Wat je ook trouwens krijgt, als je de Trade Navigator pakket aanschaft, dan krijg je niet alleen deze watchlist, maar ook die indicatoren. Je krijgt namelijk ook toegang tot ons platform met Blech.com van Harm van Wijk, waarbij je dus ook toegang hebt tot tips van anderen en ook met andere assets, zeg maar. Dus dat is mooi. Is in ieder geval duidelijk hoe je dus heel makkelijk de coins kan scrollen. Nou, ik vind Kokos bijvoorbeeld ook een interessante nog steeds. Die is ook omhoog gegaan. COS zie ik hier. Coty. Coty is volgens mij een DeFi coin. Ik heb een lijstje gemaakt met DeFi coins. Die heb ik ook speciaal erin gezet. Dan heb ik deze. En ik heb een aantal ook voor de DCA portfolio of Hodl 1 van die twee heb ik aan toegevoegd. En het vervelende is dat niet iedere DeFi coin bij Coinbase is. Dan moet je ook bij Binance kijken en zo. Dus als ik hier naar ga kijken. Curve heb ik gekocht. Die heb ik op ook een tijdje geleden. Dat was met DCA, meen ik. Curve. Dat was gisteren heb ik die aangeschaft, volgens mij. Ja, dat is bij DCA. En dat is dan DCA. Dat is deze. DeFi coins zijn speciale coins die in decentralized finance zitten. Dus met leen- en uitleenprotocollen, die dus ook zonder tussenpersoon werkt. Dat zijn speciale coins. Nou, even kijken hoor. Ik heb volgens mij hieronder heb ik neergezet. Even kijken hoor. Ja, AION heb ik gekocht gisteren. BitShares heb ik gekocht. Curve heb ik gekocht. D-Hedge. DMG heb ik gekocht. Gnosis heb ik gekocht. En Reef. Nou, je ziet hè, met een mandje van $350. Heb ik nu al een fraaie winst behaald van iets van meer dan 10%. En hier heb ik ook bijgezet welke exchanges die verhandelbaar zijn. En ik moet wel. Oh, dat 3 februari was. Dat was op woensdag. Moet ik dus een extern abonnementje aanschaffen naast mijn Blech.com JR? Hangt vanaf Deborah. Het is heel simpel. Als hij zegt, ik heb een budget en ik zou dus een Trade Navigator pakket doen, ben je in één keer van alles af. Hoef je niet losse abonnementen te nemen, want een abonnement is toch gauw €30 per maand. En bij de crypto's is het natuurlijk ook zo. Maar het gaat er eigenlijk om, wat wil je graag doen? Deborah, had jij ook die Trade Navigator al of niet? Rentoken. Oh, Deborah, rentoken. Wacht even hoor. Die ga ik even tot slot behandelen. Rentoken. Rentoken. Volgens mij heeft Deborah. Heeft die een. Ja. Oké, Trade Navigator. Nou, inderdaad, als jij dus wil ook die crypto trades ontvangen. Dan heb ik speciaal voor de Blech.com leden. Daar heb ik een deal dat jullie voor de helft mee kunnen doen, zeg maar. Dus dat is mooi. Oké. Okay. Oh, rentoken. Dat is mooi. En wat ik altijd doe. Due diligence moet je doen natuurlijk. Je gaat naar CoinMarketCap. Maar even kijken hoor. Ik kan geen type CoinMarketCap. Daar ga ik even heen. Oké. Okay. Nou, in ieder geval de board aan. Zorg dat je even die link doet van 4 weken proef. En dan zorg ik in ieder geval dat je na 4 weken, dat we dan een conclave gaan, dat je een portefeuille kunt nemen voor de helft. Even kijken, dat is dan REN. Dat is deze. Wat ik altijd kijk, REN, hoe groot is de coin? C5, dat is een redelijk grote coin. 15% hoger vandaag, mooi. Voor mij is het ook een DeFi coin inderdaad. Altijd checken. Op hun website, rentproject.io. Daar ga je dus nakijken. Liquidity unchanged. En wat doen die eigenlijk? Ja, dit is voor mij een interoperable blockchain. Een protocol waarbij je dus één coin en andere coin kunt swappen. Ook via andere blockchains. Dus kan interessant zijn inderdaad. Je moet even induiken, maar wat je dan kan doen. Ik weet niet of ik REN hier al in had staan. REN.
Nee, die had ik hier nog niet in staan. Dan voeg ik die even gelijk toe. Bij deze, dankjewel Deborah. Via Binance verhandelbaar. Nou, het enige wat je hoeft te doen is te kijken. REN. Nou, die staan natuurlijk onderin, wordt hier erbij gezet. En nou, die is natuurlijk ook door de dag gegaan. Ja, hier zou ik ook gewoon iets op loslaten of kort op de bal of in ieder geval ook bijmiddelen inderdaad. En op een gegeven moment wel verlies nemen. Dat is natuurlijk wel belangrijk, hè? Dat je niet erin blijft zitten tot in een eeuwigheid natuurlijk. Even kijken, er zijn nog 5 minuutjes ongeveer, dan moet ik gaan. En ik ben blij dat jullie allemaal aanwezig zijn. Er zijn 42 deelnemers nu, daar ben ik wel blij mee. Hartstikke mooi dat jullie natuurlijk meedoen. En er zijn nog prangende vragen op zich. Wie vindt in ieder geval zo'n trainer navigator wel voor toegevoegde waarde? Is dat iets? Wie vindt het interessant? Even kijken of jullie de vragen kan vinden zo snel. Ga ik deze inzetten. Dan heb ik even een link voor jullie ook ingezet. Even kijken hoor. Delen stoppen. Even kijken of wat ik dan inzet. Bas zegt, ik doe al 10 maanden Trade Navigator. Helemaal top. Hartstikke mooi. Voor aandelen werkt het prima. Nou, ik heb dus ook laten zien dat het ook voor de crypto's als een tierenlier gaat. Zeker, Bart. Prima als steun en beslissingen. Nou, hartstikke mooi, Ronald. En ik heb in ieder geval bovenin ook even een linkje geplaatst van de Trader Navigator. Dus wil je meer weten, feel free om daar op die te klikken, eventueel te bestellen eventueel. En mocht je mij ook nog persoonlijk willen spreken of een collega, dan kun je mij ook een mailtje sturen naar info@cryptoacademy.nl natuurlijk. En het is ook altijd zo, als je dus een Trader Navigator pakket hebt, dan kun je ook altijd met mij een online coaching inplannen op een of andere manier. En sommigen hebben het al gedaan natuurlijk. Zijn er nog prangende vragen? Oh ja, kun je nog een keer laten zien hoe je de watchlist in Trader Navigator zet? Tip 1 is, zorg dat je een TradingView account hebt, gratis. Of niet gratis niet, maar betaald, dus 30 dagen gratis op proef. Mocht je dan na 30 dagen moet verlengen, kost het hooguit $15 per maand. Want als je dat gratis doet, dan kun je niet watchlist importeren. Maar als je dus 30 dagen proef neemt, dan ga je dus naar de Trade Navigator, naar TradingView. Rechtsboven ga je importlist aanklikken. En dan haal je het documentje op wat je hebt gedownload, zeg maar. En degene die dus de mijn.blech.com toegang heeft. Dus daar krijg je ook nog, als je dat pakket aanschaft, die toegang tot. En je hebt dus ook een VIP-ledensite. Daar plaatsen we onze unieke content in. En we hebben ook samen met de leden van Crypto Academy of met Blech.com, hebben wij tiplijnen in leven geroepen. En daarin staan ook de watchlist. En daar hebben we met vereende krachten hebben we dat gedaan. Overzicht op Google Drive, alle watchlist. En Harm heeft een mooi plaatje van gemaakt, een uitleg erbij. En als je dus op die Google Drive klikt, dan moet ik even gaan kijken. Moet ik even een scherm delen natuurlijk weer. Open browser. Dus dat zal ik laten zien. En scherm 2. Nogmaals, dan ga je dus naar overzicht van de tiplijn. Hè? Dat is hier. Bij de tiplijnen staat die. Als je naar categorieën gaat, tiplijnen. Dat zit specifiek voor de VIPs. En dan klik je erop en dan heb je dus een tapje met watchlist. En als je daarop gaat klikken met een Google Drive, heb je ook allemaal verschillende watchlists. En die kun je allemaal eventueel één voor één importeren. Exporteren dus, of eigenlijk moet je exporteren en dan importeren in TradingView. En het mooiste is als je dat geïmporteerd hebt, dan kun je dat aan de lopende band doen. En binnen, ja, dan heb je dus meer dan 30 dagen voor, of minder dan 30 dagen voor, om dat in elkaar voor elkaar te boksen. In ieder geval, ik vind het superleuk jullie van deze presentatie te hebben voorzien. En ik hoop dat jullie ook een waardevolle sessie hebben gehad. Als jullie
een inzicht wat je hebt gehad vandaag en een cijfer wilt geven aan dit verhaal. Wat zou je dan zeggen? Dus zeg maar watchlist, dat een inzicht is en cijfer 7 of 8 als voorbeeld. Dan ben ik toch benieuwd of dat ook waarde heeft geboden natuurlijk. En natuurlijk alvast iedereen van harte welkom bij de volgende webinars volgende week. En Crypto Monday is weer om 12 uur en het ochtendgebed van Harm Verwijk is maandagochtend om 8 uur. Dus 8, 9, 9, 8,5. Nou, hartstikke mooi. ja, Ivo zegt, je kan ook het hele tekstbestand in copy-paste, dus niet importeren via AdSymbol. Dat kan, Ivo, maar moet je toch weer eerst een watchlist aanmaken met naam. Dus ik zou het niet al te moeilijk doen. Ik zou gewoon exporteren en importeren. Ja, Ilse zegt, ik wil een maand proef nemen. Oké, okay, dan kun je sowieso een proef, dus niet op de Trade Navigator, maar wel op de op die service van mij. Dus ik zal ook even tot slot nog even die link inzetten van die 4 weken. Van 4 weken. En als je dat gedaan hebt, dan na 4 weken, er komt dus via een soort 1 cent verificatie een incasso in. Voor na 4 weken, maar die haal ik eraf als je niet doorgaat. Of als je doorgaat met een andere service, dan kan ik dat gewoon aanpassen. Dus Ilse, bij deze nog een keer de link. Even kijken hoor. Ga de eerste e-book lezen. Heel goed, Bas. Even kijken. Ja, als je betaalt inderdaad, Bas, ben je ook de irritante reclame kwijt. Ja. Joop van de Moot zegt gewoon, als je een Trade Navigator niet gebruikt, wat zou dan het alternatief zijn? Ja, dan zou ik blind gaan varen op grafieken, Joop. En op mijn adviezen. Of recommendations. Maar als je zelf een beetje ook die signaal wilt doen, dan kun je dat op die manier doen. En je kunt ook nog automatisch even zo koppelen natuurlijk. Nou Kevin, kijk, ik ben handelaar. Je ziet, maakt mij niet uit of je wel of geen klant wordt. Na 4 weken, ik ben heel simpel. Ik ben ook iemand, als ik een proefabonnement heb bij iemand anders en ik wil stoppen, dan moet ik gewoon stoppen. En ook voor jullie, je kunt gewoon na 4 weken zeggen, ik wil een ander abonnement of ik wil helemaal geen abonnement, dan laten we dat gewoon vervallen, zeg maar. Dus we zijn gewoon flexibel wat dat betreft. Ja, oké, okay, graag gedaan Ilse. En mocht er vragen zijn, voel vrij om mij te contacteren via info@cryptoacademy.nl. En heel veel succes en tot de volgende keer. We gaan ons klaarmaken voor Amerika. En ook voor degene, de oud getrouwde en de harde kern natuurlijk bij deze. Iedereen, dank voor jullie deelname, voor jullie mentale support. En tot de volgende keer. Hasta la vista. Bye.